boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Mijn naam is Anton Dillen. Oké, boys en girls. Ik had jullie graag gezegd dat ik vrijdag de video had. Maar ik heb de early access nog altijd niet. Er zou een probleem zijn met de early access. Maar ik heb daar juist op de website van de PlayStation Store gezien. En daar stond iets van een 9 uur en. Dus nu 9 uur en 11 minuten. Dus dat is 6 uur vanavond. Dus de video gaat nooit op vrijdag online komen. Dus de video gaat op zaterdag online komen. Dus ik denk wel dat om 6 uur vanavond de trial terug online komt. Omdat er iets van een 9 uur en stond op de website van de PlayStation Store. Dus ik denk dat die dan terug online komt. Ja, spijtig genoeg kan ik dat nu niet opnemen. Heel spijtig, maar... Ja, maar ik... Ik moet nu eventjes, onder hier te spelen. Misschien nog FC24. Tot vanavond. Als dan de early access misschien terug online komt. Want ik had gezien iets van 9 uur en. Dus, ik veronderstel dat dan de early access terug online komt. Dus ja, let's go. Oké, boys and girls. Ik heb de early access eindelijk kunnen downloaden. Allee, hij is aan het downloaden. Dus ik ga subiet eerst naar de psychiater. Dus ja, en dan ga ik de early access spelen. Dus het zal niet voor de vrijdag zijn dat de video online komt, maar natuurlijk op zaterdag. Maar dan hebben we wel early access nu. Ik heb het via de laptop moeten doen. De early access downloaden. Dus ja, let's go. Oké, boys and girls. We zitten in FC25. En we zien FC IQ met Zizou. Ofwel Zinedine Zidane. Oké, we gaan tactieken begrijpen, ja. Bewaar mijn keuze. Doorgaan. De muziek moeten we nog uitzetten. Alle uit. Huppla. Oké. We gaan dus Ultimate Team in. En we gaan ons eerste blik kunnen vangen naar Ultimate Team. Deze video komt natuurlijk op zaterdag online in plaats van op vrijdag. En Team Weekend Packs, Total Rush, Objectives. SBC's, Cosmetic Evolutions. Onze eerste blik naar FC25. Oké. Ik heb nieuwe FC Founder beloningen verdiend. Oké, eerst gaan we naar Objectives. We hebben 8 van basis gedaan. Oké, wat krijgen we allemaal? Dat dus. Wat hebben we nog bij basis? Cluponderhoud. En dan hebben we nog iets. Maar eerst gaan we de seizoenspas eens bekijken. Waar zie ik die? Oké, gebundelde beloning precies. Wat zit daarin? Oké, dan krijgen we een van 3 zeldzame gouden spelers. Players pick. Dan een Tifo en een managerbril, dan 2x75.
Ultimate Rush of State of Total Rush Gold. Dan krijgen we 2x78, zeldzaam uit het Zwitspakket 80 plus. Dan weer een gebundelde beloning, dan zeldzaam uit het Zwitspakket 80 plus. En dan, ja, dat allemaal. Dan van niveau 10, 5x78 plus. Dan Nacho Geel. Dan weer een gebundelde beloning. 2 zeldzaam uit het Zwitspakket, denk ik dat het is. Maar van hoeveel reed het of plus? 80 plus. En dan allemaal dat. Dan Son, leenspeler, 10x80 plus. 2 zeldzame gouden speerspakket. 81 plus. Dan 2x81 plus. Fontas, Sophia Smit. Gebundelde beloning. 2 zeldzame gouden speerspakket. Hoeveel reed plus? 83 plus. Dan een uiterlijk item. Dan moet ik kiezen. Dan 3x20 plus. Dan kan er weer Excel Tifo. Dat zijn gouden speelspakket 34 plus. 5x33 plus. Een 83 plus playerpick. Jude Bellingham Lane. 83 plus playerpick. Muriel. Total Rush. 3x84, 4x84. Zeldzaam gouden speelspakket 35 plus. Lane Icon Shellin, 2x85 plus, 3x85 plus, 2x86 plus. Lane Icon Bale, Adama Traoré, Evolutie, en dan 3x87 plus. Oké, okay. Is eigenlijk wel decent. Dan hebben we nog iets bij basisvoltooid, maar waar? Team Warming Up. Dan krijgen we een zilverpakket, dus dan krijgen we al de pack animation te zien. En bouw 32. En dan gaan we eens zien wat voor objectives dat we kunnen halen. Wat staat er hier bij afronding? Team met boogballetjes, 50. 250 doelpunten kunnen we een 100k pakket verdienen. Oké. Okay. Dan gaan we eerst de store ingaan ze. En eerst al een previewpakket doen. Eerst een zilver previewpakket. Pas naar die. En dan premium goud previewpakket. Geen walkout. 7M. Dit is de CVM van de Serie A. Van Juventus. I don't know. Locatelli. Nu een zilverpakket. Stacy. Dat is goed. Of niet goed, ik weet het niet. Ik weet niet hoe dat zit bij FC. Zilverpakket. Gonzalez. En we hebben natuurlijk onze... onze dingen. Onze FC25 bingo. Dus ja. Gouden mini aanpassen pakket. FC Pride, oké. Nu moesten we nog een... wat moesten we nog kopen? Dagelijkse doelstelling compleet maken, set. Zet er 50 op, één van. Speel 5 wedstrijden, win 3 keer. Oké. Okay. Dagelijkse doelstellingen maak 3 doelpunten en speel 2 wedstrijden. En wat moeten we doen? Open team gist style. Maar dat gaan we straks doen, let's go. En dit is hoe het team eruit ziet. Robert Sanchez, Pedro Porro, Ben Mee, Smalling, Godfrey,
Ik ga Sancho upgraden. Kamada, Anderson, Bowen, Vardy en Archer. En hier moet ik nog een speler zetten. En dan ga ik Richarlison zetten. Dus we kunnen verder. Let's go. Met squad battles. Oké, boys and girls. Mijn eerste win is ook al beet. 6-0. 5 goals van Vardy, godverdomme. Bron 3, let's go! Oké, boys en girls, we gaan terug proberen Ultimate Team in te geraken. En we zitten erin. Want we hebben een pakket, normaal gezien, winkel wordt bijgewerkt. Doelpunt lead pakket. Places to be. Ga eens beluisteren. Hè? Let's go. Dus gaan we naar club. Wacht, naar club. Evoluties. Oké. We hebben. We moeten nog 5 wedstrijden spelen met. Yeah, that's right. Let's go. En de tweede overwinning is ook beet. 4-0. 3 goals van Richarlison. Vardy is geblesseerd uitgevallen in de eerste helft. En nu halen we al zilver 1. Nou, de zilver 3, wauw. Zilver 3. Ik denk dat we nog iets complete hebben. Bij mijlpalen. Club bijnaam. En dadelijk objectives. Oké, moeten nog 1 keer winnen. Ja. We moeten nog 4 SBC's doen. Ja, we gaan dat niet kunnen, 50 kopen. Als ik 45 koop, dat kunnen we niet. Oké, clip bijna een pakket, let's go. In. We gaan voor Rangers gaan, let's go. Oké, boys and girls, we hebben 2 zilveren spelerspakketten, let's go. En de eerste zit Sandra Villafagne of zit. En de tweede zit Carboni, let's go. Oké, boys and girls, ik heb nog 2 packs, 2 premium zilverpakketten. En de eerste zit Romagnoli. Oh nee, dat is niet de Romagnoli dat we kennen. Denk ik. Nu is een premium zilverpakket. Voor mij dat is een rare, denk ik. CVM, Czech. Wie is dat? Een Espanol, dat weet ik niet. Kral, let's go. Oké, boys and girls, we hebben rank 1 behaald. En ja, het wordt zo'n jaar, joh. We hebben 9-0 gewonnen. Natuurlijk gaan we voor Ultimate Team, natuurlijk. Maar dat we Ultimate Team spelen, joh. Oké, we hebben een pakketje in de winkel. Clublied pakket. Noord-Ierland. It's fine, I guess. Let's go! Oh, manneke. Team of the Week ingemaakt met 9-0.
Het wordt zo'n jaar. Ja, boys and girls, het wordt zo'n jaar. Wij hebben nog... wij kunnen nog... 300 SP, wat je dat season points krijgen. We zijn vooral nu bezig voor die stadion shit en zo aan het doen. Gedankt publiek en zo. Dus ja, we moeten gewoon tot aan de 20 potjes in te geraken. Als we bij 300 schot wel zo beginnen, dan gaan ongeveer rond januari zijn, denk ik, dat we dat gaan hebben. Dan hebben we een ultimate pakket, een 150k pakket. Nu ga ik me eens wagen aan moments. So let's go. En dat is dus de vierde overwinning en we hebben al goud 3. So let's go. Let's go, goud 3. Wat hebben we voltooid met mijlpalen? Let's go. We hebben bij basis een voltooid. Wedstrijd spelen 4. Let's go. Wat ik nu als eerste ga zoeken op de transfermarkt is de badge. Authentiek. Jullie weten misschien wel voor welke ploeg ik ga gaan. 1A Pro League en we gaan voor Oud-Everij Leuven. Ik heb er één gezien voor 500. Ah, hier. En we moeten nog het uitkit hebben ook. Dus dan gaan we terug naar 1A Pro League en dan gaan we terug naar Oud-Everij Leuven. Oké, 1.2k. Dat heb ik nog niet, 1.2k. Managers welkom pakket. En wie heb ik? Carlo Ancelotti. Ah, ik heb Arteta, dus. Bedankt publiek pakket. RB Leipzig. We gaan natuurlijk voor Borussia Dortmund. Oké, we hebben nog iets. Bij doelstellingen voltooid, basis. Voor groep SB, voltooi, SBC groep basis 2. Ah, maar kan ik nog geen... Ja. Ik denk dat ik al dingen kan afstrepen, hè? Dat hebben we gekregen. Ja, ik kan al afstrepen. 75 plus non-rare. Kan ik al afstrepen. Want die hebben daar straks gepakt, ik had het vergeten, dus 75 plus non-rare heb ik al kunnen afstrepen. Dus ja, 75 plus non-rare. Let's go. Oké, nu heb ik mijn nieuwe coach, Mikel Arteta. Ja, let's go. Oké, boys and girls, we hebben een pick. En ik weet niet welke pack. 2 keer 75 plus. En dat zit in Müller. Maar we hebben een gold rare.
We hebben een gold rare sowieso, dus die kunnen we ook al afstrepen. En we hebben Hoyland, dus die gaan we in de spits zetten in plaats van die 75 rate. Dan hebben we een XL Tifo pakket en dat zit in de Verenigde Staten. Oké. Dus ja, zitten de combo bolts er wel in? Ik weet het niet. We shall see. En nu ga ik dus naar de club en ga ik die Archer eruit halen. Dat is weer Hoyland in. Ja, misschien een linksback en andere. Ja. Misschien een andere center. Nee, we hebben alleen maar Smalling. Dus dan moet ik een Engelsman als coach hebben. Nu gaan we even Arteta eruit halen. En misschien. Nu hebben we wel 33 van 33. Let's go. Oké, we hebben goud 2 behaald momenteel. En we hebben 2 mijlpalen bereikt precies. Stadion, stoel, verfpakket. En dan 25 assists gegeven, let's go. En dan hebben we squad wel het aanbevolen selectie. Transfermarkt, stadion. Authentiek. Het uit en nu, let's go van Oorleuven. En nu hebben we eerst een stadionstoel, verfpakket. Let's go. Shoo. En goudpakket, let's go. Geen walkout. Rechtsmidden, Spanje. Liga F, wie de fuck is dat? Van Bilbao. Dat is 50 plus. En zit er een vrouw non-rijder in? Ja, Sembrand zit erbij. Dus dat is een vrouw non-rijder. Oh, kom aan. Oké, vrouwen onder haar, let's go. Shoo. Let's go. Oké, Tifo's pakket, let's go. Let's go. Let's go. Oké, boys and girls. We hebben ondertussen 8 potjes gespeeld. Hebben we 2 pakketten. Hier staat een zilveren pakket. Dat is blauw. Let's go. Shoo. En nu 2 keer 75 plus. Let's go. Geen walkout. Center mid. Frans. Nee, ik heb zin in een McDonald's. PSG, wie is dat? Zaire Emery.
Kan ik iets afkruisen. Let's go. Oké, boys and girls. We hebben precies iets gekregen. Precies, 3 lane spelers receipts. Claim je nieuwe items, oké. Dan gaan we voor Chatoto. Dan gaan we voor McAllister en verdedigende leenspeler gaan we voor Gabriel. Let's go. Dan hebben we nog een draft token gekregen, denk ik. Dus dan gaan we een draftje maken. Maar die ga ik pas in de volgende video dus afwerken. Allee, pas. Rewards gaan claimen. Singleplayer draft. Draft token. We gaan spelen op beginner. Gewoon puur voor... ja. 5, 2, 3. 4, 2, 4. 4, 5, 1. Ik ga er een 4, 2, 3 in. Formatie. Kies je aanvoerder. Natuurlijk gaan we voor JJ Okocha. In de spits. Volland. Dan Cam De Binha en de andere Cam. Oh, ik wou voor Jude gaan en ik kies voor Marta, what the fuck. CVM Henderson denk ik. Andere CVM. Spits denk ik. Rechtsachter. Gusto. Centerback. En Bok. En Sint-Just. Linksachter. Dinja. Keeper. Vicario. Hopelijk krijg ik hier Buffon ofzo. Nee. Nou, gewoon voor Zentner. Hier, gaan we voor een beter centerback. Kukureya. Lindelof. Francescoli. Dan dan Eriksen op CVM. Mateta. Come on. Ricardo Horta. Please geef hier Lamina. Kom aan, geef me hier een goede speler of zo. Abdi Pele.
Oké. Ja. I know who I need to take. Rodri, jongen. Dan heb ik nu nog een centerback nodig. Carragher. Let's go. En de manager gaat zijn Carlo Ancelotti. Let's go. En dit was dus de video. Ik hoop dat jullie genoten hebben van kijken naar deze nieuwe video. Het is dus zaterdag vandaag. En dinsdag komt al een nieuwe video online. Ik had het op een post gezet op YouTube. Dat dus deze video uitzonderlijk op zaterdag online ging komen. En niet op vrijdag. Omdat ik problemen had met de early access en zo. Open te doen en zo. Dus met het early access eigenlijk te downloaden. Dus deze video is op zaterdag online. En op zondag heb ik dus mijn rewards en mijn rewards van squad battles op FC 24 en FC 25. Dat is ook de laatste keer dat we naar FC 24 gaan kijken. En dat we nu deze keer FC 25 op de vernieuwde squad battles de rewards gaan hebben. Dus let's go, ik check jullie guys dinsdag bij de eerste rewards van FC 25 en de allerlaatste rewards van FC 24. Let's go. Bye bye!